Afgelopen zaterdag 8 juli was het Superheldendag in het winkelcentrum. Tussen 11 uur 's morgens en 3 uur 's middags waren Sinbad en Aladdin daar aanwezig om de kinderen te vermaken. Maar ook liep de Iron Man en Star Wars figuren rond om samen met de kinderen op de foto te kunnen. PJ Masks was de held voor de hele kleine kinderen. Heb je het gemist? BTV was er voor u bij. De Superheldendag werd georganiseerd door Line-Up Events. Als je dat doet en dan ga je eromheen zo en dan doe je dit. Okay. Ja, heel zachtjes. Heel zachtjes en dan even een zwiep geven. Een zwiep zo, boep. Ik zie het als het verkeerde. Het is de goeie. Kijk. Oh! Het is de verkeerde. Ik doe gewoon zo en dan... Het geeft een heel ander geluid, hè? Ja. Toch zit dat? Ja, dat is het. Klaar. Jammer. Ik had zo gehoopt dat je het kon doen. Kijk. Eén keer. Kijk, en hij beweegt, hè? Ja. Dus ik speel niet vals, toch? Nee. Jij hebt nog één keer dan? Nee. Ja, laat me horen. Ja, hoor iets, nou. Hoor iets. Half, half, maar je hebt je best gedaan. Ja. Toch? Ja, ik vind het heel goed van jou. Ja, ik weet al hoe het komt. Ja? Dat komt door. Ja, kom, kijk, er zit in die klepel. Kijk, er zit een lolly. Huh? Ja, dus ik denk dat hij dan beter doet als hij dat. Moet ik even vragen? Ja, ja, oh, nee, ik was eerst. Ja, sorry. Ja, sorry. Hey, heb je al wat leuks gehad vandaag? Nee. Nee? Oh, wil je wat leuks? Ja. Ja? En wat wil je? Oh. Die is schattig, hè? Ja. Ja, die mag jij hebben. Dat is een puntje. Kijk van ons. Moet je wel even een naam verzinnen? Even een naam verzinnen? Ja. Blaffie. Blaffie, helemaal. En als je thuis leeg loopt, moet je even vastmaken met een niet-machine. Ja? Oké. Okay. Ja? Ja. Goed. Hey, veel plezier vandaag. Goedemiddag. Wij zijn hier... Ja. Als Sinbad en Aladdin. Namens Line-Up Events. Line-Up Events. Omdat het vandaag Superheldenweek is. En daarom staan wij hier om de mensen te vermaken met onze ballonnen, onze magie. En u hoort het al, de toverbel. Met de bel. De bel. En ja, vandaag willen we eigenlijk iedereen een beetje blij maken in het prachtige winkelcentrum Het Kleine Loo. Het Loo. Niet het Loo van waar de koningin en de dingen vroeger, oh, de koning woonde, maar het Loo. Oh, ja. Loo, ja. Ja. En die meneer is van RTV, van de TV. Ah. Zie je? Zie je dat? Nou, dat vind ik dan heel leuk, want ik heb altijd al eigenlijk iets willen zeggen tegen de kijkers thuis. Ja, ja. Alsjeblieft, als jullie een keer ons zien, kom naar ons toe, ga met ons op de foto en dan krijg je de tijd van je leven. Vandaag krijg je een toverballon mee, je krijgt snoep mee, wat je maar wil. En zelfs, nee. Ze rennen al weg. Ik dacht misschien dat je ook een kind kreeg, maar dat kan niet. Dat kan niet vandaag. Dat gaat niet gebeuren. Oké, Sinbad. Wij zijn klaar. We gaan de volgende ronde doen, hè? Ja, we gaan de volgende ronde naar de volgende kinderen. Even hun gehouden. Good.